naar ja. toe. En het blijft gewoon een beetje bij me in de buurt, zodat het geluid is. Is het feestje klein? Hallo, het is weer tijd voor een babybietmarkt. Dus ik zou zeggen, follow me. Zal ik je even laten zien wat er vandaag allemaal gaat gebeuren, hopen we. Kom maar. Er staan nog een paar verslaafde nicotine tegelijk. Ja, dat leren we ze ook wel af. Praten we ook al over. Dit is de security, kom je ook iets allemaal leven bij. Hij moet door met de kaartje van Jan. De lounge. De bedoeling is dat mensen hier een beetje met elkaar kunnen babbelen over wat ze bezighoudt. En je ziet ze wachten om toegelaten te worden tot de zaal. Om 1 uur gaan beginnen. Dit is eigenlijk een babywietmarkt. Leuke ruimte. Links staan wij een beetje met de CBD shop. Kan alleen de demonstratie. CBD thee. Rechts staan onze gasten. Mensen die boeken hebben geschreven over bepaalde onderwerpen en die hier kopen en signeren. CBD shop. De oudste CBD-producent van Nederland. Sinds 2013 produceren we CBD. Wat je net zag was onze medewiethond. En hier heb je de Cannelator demonstratie. Wij zijn erg van laten mensen zelf CBD maken, THC maken. Want als je zelf je eigen geneesmiddel maakt, werkt beter dan dat je krijgt van een vent in de witte jas. Dan slik je deze pil maar niet te veel, anders ga je dan. Dus hier CBD en THC demonstratie met de Cannelator. Dat is met kokos. Zo, dat is een soort instapprocedure, eenvoudiger dan dat kan het niet. Als je het dus wil proberen, dan koop je een potje kokos en dan gooi je wat biet in, dan kook je even uit en dan heb je ook wat. Dit is informatie. Ik geloof dat dit Frans gaat. We hebben nu iets nieuws en dat zijn CBD-soorten met smaakjes. Corijn houdt een soort contest waarbij die mensen vraagt om te proeven, aanbiedt om te proeven en dan mogen ze stemmen welke soort ze het lekker vinden. Door een muntje in een van die drie glaasjes te gooien en dan weten wij straks welke smaak je favoriete smaak is. Kijk, we hebben wind, citrus en winter. En winter heeft een duidelijke voorkeur, nu al. Jos Nijsten uit het verre België. Cannatopedia. Geweldig boek. Koop dat boek, mensen. Top chiropractie, want een heleboel gezondheidsproblemen hebben te maken met de verkeerde stand van je wervels. Je nekwervels, je ruggenwervels, daar kun je allerlei problemen mee krijgen. En top chiropractie is in staat om met een aantal behandelingen de boel weer recht te zetten. Dus het leek ons goed om die erbij te hebben. Okay. Hier hebben we CBD-thee. Ook lekker. Kun je gratis proberen. CBD-thee is gewoon heel goed voor je spijsvertering. Dus vandaar dat we het promoten. Wat hebben we hier? Natuurlijk. Marjon? Ja. Hey.
Maar Jan die vertelt hoe zij voor elkaar heeft gekregen om in haar gemeente instemming te krijgen met het zelf telen van haar eigen medebied. Daar heeft ze erg veel baat bij gehad. Je kent hem misschien allemaal van filmpjes. En vandaag zit ze hier om mensen een beetje wegwijs te maken hoe dat gaat, inspreken in de gemeenteraad. Ja, ja, ja. Oké, dat zou je best wel lukken. Wat is er nog niet? Wat is missing? Okay, we gaan naar de zaal. Ja, het wordt tijd om de mensen binnen te laten. Ja, ja, ja. Ja. Andersom. Hè? Andersom. Ja, we drinken al even voor. Personeel. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, heeft een bandje gekregen. Ja, prima. Pico wel nog. Nog een eentje. Ja. Kijk, de zaal begint zich langzaam te vullen. Daar op het podium staat Suzanne gewoon klaar om haar presentatie te beginnen. Een hoop gedoe om het podium goed te krijgen, dat alles duidelijk in beeld is, alles goed is aangesloten. Het ziet er wel redelijk uit. Het is een nadeel en het voordeel van het theater, dat je erg veel moet klooien met licht en geluid. Want dat moet allemaal goed zijn. Als je een zaaltje huurt met Van der Valk, is allemaal veel makkelijker. Ja, je kan hier wel een betere presentatie geven. Ben je er klaar voor? Oké. Okay. Nou, dan zeg maar even wachten voor de kijkers. Hallo. Suzanne Poot. En die leert mensen hoe je heel makkelijk gezond kan eten. Want het eten is een van de voornaamste redenen waarom er zoveel zieke mensen zijn in Nederland. Want je hebt daar een mooie verzameling van, hè? Hoe ziek Nederland is. Ja, er zitten gewoon 5,5 miljoen chronisch zieke mensen. En ik had het 1 op 3 al kanker gevraagd. Dus het is echt wel heel erg. 1 op 3 kanker? Oh. En dat allemaal door het ziekenhuis, door het supermarktvoer? Ja, nou, een groot deel wel. Yeah. Ja, het schijnt dat 95% van de mensen of van de ziektes ontstaan door voeding en leefstijl, algemeen. Okay. We kunnen veel doen zelf. En jij gaat een handje bij helpen? Ik doe het best. Okay. Oh, jij ook, hè? Ja, ja, ja. Kijk, de zaal begint al een beetje vol te lopen. We gaan er weer een mooie dag van maken. Oh, misschien moeten we zo meteen even vragen of ze willen zwaaien. Willen jullie even zwaaien naar Facebook Live kijkers thuis? Al die mensen die het gemist hebben, zo kunnen ze nog een beetje meekijken, want dit is live. Leuk hè? Leven de techniek. Oké. Got it.